Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe video. En ik ben super excited om deze video, want dit is namelijk in samenwerking met Shein. En ik heb 2 video's gemaakt hierover, 2 shoplogs. En deze zijn allebei super goed gegaan. En ik kreeg er super veel vragen, super veel complimenten over dat jullie deze video's echt super leuk vinden. Super, 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 super. Ik heb dus een shoplog en een giveaway voor jullie. Ik heb namelijk 100 euro shoptegoed voor jullie dat je kunt winnen. En dit kan je besteden natuurlijk bij Shein. We hebben natuurlijk de 2000 likes gehaald. En ik heb bijna de 20.000 abonnees. Dus daarvoor heb ik deze samenwerking. Deze giveaway. Wil je weten hoe je dit moet winnen? Kijk tot het einde van de video of check mijn Instagram. Daar staat namelijk alles in stappen uitgelegd. Geef ons een duimpje omhoog als je benieuwd bent naar alle outfits en kledingstukken die ik heb. En als je benieuwd bent naar wat een giveaway is. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dat is Sarah Verwoerd. Ik plaats hier heel vaak updates over mijn YouTube kanaal. En er staat natuurlijk de stap van de giveaway. Dus ja, check it out en follow me. En natuurlijk vergeet niet te abonneren. Maak er misschien foto van dat je bent geabonneerd en de notificatiebel aan hebt staan. En dan ga ik je misschien wel terugvolgen. Tijdens ik deze video aan het opnemen was ik letterlijk aan het wachten tot mijn pakket binnenkwam. En oeh! Hij is binnen! Het is echt een mega doos. Holy moly. Het is echt gewoon een fucking zware doos. Dus ik ga hem openmaken. Ik ben echt mega benieuwd. Die gaat moeilijk open. Jezus, dit is echt niet normaal. En here it begins. Het is echt heel veel. Oh my god. Oké, laten we maar snel beginnen dan. Ik pak weer deze. En ik zal alle maten, linkjes, alles zal ik in de beschrijving zetten. Ik ga het nu allemaal niet zeggen, maar alles staat in de beschrijving, jongens. Alles, geloof me. Oh ja, als eerst heb ik een zwart spijkerjasje. En ik had hier al een spijkerjasje van Shein. Maar dan gewoon in gewoon spijker. Maar nu heb ik hem dus ook in het zwart. En in het zwart is eigenlijk chiller, want ik draag heel veel zwarte kleding. Mega leuk. Ik heb by the way nu gewoon een sportleuning aan. Maar dit is het jasje. Hij heeft ook een beetje gaten volgens mij. Echt heel erg leuk. En ja, een spijkerjasje is gewoon altijd chill. En het is ook echt mooi spijker. Het is gewoon echt goede kwaliteit. Dan heb ik een rok. Ik heb er nog zo een en die lijkt er heel erg op. Maar deze is net anders, maar net andere kleuren en net andere vorm. Even kijken. Deze zit zo. Deze heeft zeg maar een strik hier. En dit is ook weer zo'n rok met een split. Maar deze heeft dus een ander patroontje. Andere kleuren. Dus ik ga hem even aan doen. Een knoop aan de zijkant. Zo. En dan moet dit zo, denk ik. Hoe leuk is dit, jongens? Ik kan hem ook een beetje schuin dragen dat hij misschien zo zit. Heel erg leuk. Zo, heb je hier zo'n strik. Heel erg leuk. Die andere rok heb ik ook echt al heel vaak aangehad, want hij is echt heel chill. Oké, dan hebben we deze. En dit is een heel schattig jurkje. En dit is een off-the-shoulder jurk. Dus ik ga dit even aandoen. Oké, ik heb het jurkje aan. Hij zit zeg maar zo off the shoulder. Heel mooi, je ziet een beetje mijn BH erdoorheen. Maar ik heb ook niet zo'n goede BH aan. En je ziet ook een beetje mijn string erdoorheen. Terwijl ik zelfs een rode string aan heb. Dat zou je niet onder wit aan moeten zien. Maar oké, dit is in ieder geval het jurkje. Hij is wel echt heel cute. Dit jurkje, hij schijnt heel erg door. Oh mijn god. Is niet goed. Hij is wel leuk. Zo, je hebt een witte BH en een witte string aan. Perfecte lengte, hij is niet te kort of zo. Dan heb ik volgens mij nog een soort zomerjurk. Ik heb echt veel zomerse dingen, want ik heb het nodig. En oh my god, fuck. Dit heeft dus een open rug of zo.
moet ik dit nou helemaal zelf gaan zitten knopen? Daar heb ik toch geen tijd voor. Oké, jongens, ik weet niet hoe ik dit ding heb aangekregen. Het was heel erg ruzie. Maar hij is aan. Hij is echt super gaaf. Achterkant van deze ding. Je moet even mijn BH wegdenken. Want toen ik hem aan had, besefte ik de pas. Maar hij is heel mooi van achter. Zo'n zachte stof. Ik vind het echt wel leuk. Vooral aan de achterkant. Cute zomerjurkje. Dan hebben we deze jurk vast wel kennen ook. Dit is namelijk precies hetzelfde printje en dezelfde stof als de rok die ik heb. Maar dan heb ik deze in een jurk. Een omslagjurk. Heel erg benieuwd. Ik heb echt wel jurken. Echt leuk. Want ik heb nul jurken voor de zomer. Dus heel erg blij mee. Ik ga hem even aandoen. Hoe leuk is dit nou weer? Hoi, hier ben ik ook nog mijn hoofd. Maar jurk is. Hij heeft hier dus ook zo'n split. Heel erg lang en leuk. Hij heeft hier zeg maar een soort omslag wat je zo vast kan drukken. Mega leuk. En ik vind de print zo... Oh, jongens, ik heb het zo goed heet. Ik vind het zo een leuke print. Hier heb ik dus ook een rok in. Dus wil je die zien, moet je een andere shoplog kijken. Oh, en hij heeft ook nog een lint eromheen. Dat is ook echt super leuk. Oh, love it. Oh, is er een beetje meer. Oep, maar heel leuk. Yes. Dan ben ik alweer bij het volgende en ik had mijn jurk al uitgetrokken voordat ik überhaupt het volgende kon unboxen. En dat is deze mega coole body. Ik heb alleen nu mijn normale BH eronder aan, dus het schijnt heel erg door. Ik heb ook geen broek aan, maar dit is zeg maar zo'n body. En je moet hier dus natuurlijk een andere BH onder aan, maar bralette zocht ik net dus en hij zit in een was. En ik heb maar één bralette. Dus je moet hier natuurlijk eigenlijk een bralette onder aan. Maar dat heb ik dus nu niet. Maar hoe gaaf is dit? Dit is zo leuk voor uitgaan. Gewoon een fully glitter top. Woo! Love it. Dan dit. Ja, dit is gewoon meer voor de handen. Dit is gewoon een lange mouwen body. En ik kom in de winter, ik weet niet waar mijn winterkleding koop, maar maakt niet uit. Altijd zo'n lange mouwen shirt body ding tekort. Ik heb nooit lange mouwen dingen, gewoon nooit. Dus ik dacht, dit is meer gewoon voor de handig. Ik ga hem even aandoen. Zo, ja, hier kan eigenlijk gewoon weinig fout aan gaan. Dit is gewoon een lange mouwen shirt. Dit is gewoon altijd handig. Ik vind het altijd handig dat het een body is, want dan kan het gewoon in je broek en dan zie je niet dingen dat eruit valt en dan zit gewoon een sokje broek in. En ja, deze is gewoon leuk, simpel, niet heel bijzonder of zo. Gewoon een zwart shirt, maar ik vind het echt heel handig. Gewoon leuk combineren met een jasje, met kettingen en zo. Dus dan heb ik een rokje. Heel leuk. Ik heb echt leuke dingen voor de zomer. Ik ben daar zo blij mee, want ik heb echt weinig zomerkleding. Het is gewoon een panzerrokje. En een panzerrokje kan echt overal leuk bij zijn. Ik zou dit ook mega leuk vinden met hoge zwarte laarzen. Dat zoek ik nog. Dat ga ik sowieso nog kopen. Hij is dus zo groot. Ja, heel leuk. Ik vind dit dus echt heel leuk in het najaar met dit. En dan van die hoge zwarte laarzen. Dan heb ik een tasje. Ik heb nog nooit een tasje besteld op Shein of Shein. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, dit vind ik echt leuk. Dit is zo leuk. Allemaal zitten allemaal soort stickers op. En kijk hoe het open gaat. Oh zo. Dit heeft ook, zeg maar, zo'n touw eraan. Zeg maar, zoek zo een ding aan, dus dat je hem zo kan dragen. En dat vind ik de laatste tijd super chill. Hij is gewoon lekker klein. Je kan gewoon een portemonneetje en je telefoon erin doen. Zo kan hij dicht. Gewoon een leuk klein tasje voor erbij. En dan heb ik ook nog een hele leuke zonnebril. Ik ben echt benieuwd of dit mij dus staat. Want Isabella en Bo hebben deze dus ook. Ik heb dus nooit zo'n bril. Oh, dit is een heel rare vorm of zo. Nou, op zich
Je hoort deze ook wel een beetje laag te dragen. Ik vind het lastig. Zo'n soort bril niet heel leuk bij mij. Maar op zich is het wel gewoon een goede bril. Dus zoek je zo'n soort bril. Geef hem denk ik aan Isabel of Boom. Want we zijn er volgens mij kwijt of kapot. Maar ja, het is wel gewoon leuk. Dan heb ik nog een tipje. Ja, en deze heb ik ook in het zwart. En deze is zo chill. En ik heb deze dus nu ook in het wit. Het is eigenlijk een soort bralette. Maar aan de andere kant kan je het ook gewoon als een topje gebruiken. En ik had deze eerst in de maat S. Dus net even te klein. Dus ik heb hem nu in de maat M. Maar ik ga hem eventjes aandoen. Oké, ik heb het topje aan. Super leuk. Deze maat is echt 10 keer beter. Want die andere was echt veel te klein. Vooral met een BH aan. Dan had je hem echt zonder BH aan moeten doen. Maar dit is gewoon een leuk wit topje. Gewoon leuk voor op zo'n rokje bijvoorbeeld. Oh, je zit een beetje in mijn BH. Maar ja, dit is gewoon altijd leuk. En altijd handig voor in de zomer. En dan als laatste qua topjes, qua kleding, heb ik nog dit topje. En dit is gewoon een pantertopje. En dit is altijd handig om te hebben. Heel leuk ook. Gewoon een leuk cute topje. Het past natuurlijk absoluut niet op deze broek. Dit ziet er heel op deze rok. Dat kan natuurlijk echt niet. Maar gewoon op een zwart rokje of een zwart broekje of een spijkerbroekje is het gewoon heel leuk. Bloedheet heb ik het. Oh, dan heb ik nog een tasje en daarna heb ik nog 3 paar schoenen. En schoenen heb ik wel eens vaker besteld op Shein. Super te koop. En ja, ik heb goede ervaring ermee. Dus laten we het zien. Ik heb hier nog een heel ander schattig tasje. Kan je dus ook zo dragen, al zou je het willen. Maar deze is dus doorzichtig. En ik vind dat zo leuk. En het hoeft niet. Hij heeft zeg maar doorzichtig gehad, maar heeft ook gewoon een normaal vak. Ja, en dit is gewoon echt puur telefoon, klein dingetje erin en gaan. Gewoon een klein extra leuk tasje. Ik ook gewoon zo dragen. Super cute. Alright, dan heb ik nog 3 paar schoenen. Heel erg benieuwd naar. En het zijn vooral sandaaltjes voor in de zomer. Eerst heb ik deze. Deze zijn gewoon zo. En die moet je dan hier zelf knopen. Dus dat ga ik even doen. Dit is zeg maar de realiteit van het filmen van een shoplog. Oh my god. Maar, talking about shoes. Super nice. Sorry, let niet op mijn cracky nagels. Die moet ik nog lakken. Maar hoe leuk is dit? Ik doe er even eentje aan. Super cute. Onder zo'n rokje, leuke sandaaltjes, super nice. Zij geslaapt en ze passen ook. Ik heb gewoon maat 38, dus de maat klopt gewoon met wat ik al zei. Dan heb ik hier nog. Oh ja, deze zijn zo leuk. Dit zijn zeg maar van die instappers. En ik had dat helemaal nog niet. Ik hoop dat ik ze pas, maar ja, dit is natuurlijk. Ik kan bijna niet te klein of te groot zijn. Ja, te groot. Nou, ik weet niet wat ik zeg. Oh, maar nee, ze past perfect. Oh, dit vind ik ook zo schattig. Kijk jongens. Dit is zo leuk. Instappers onder een jurkje of een rokje. Super leuk. En ze passen ook gewoon. De maat is gewoon goed. Dus heel cute. Dus dit zijn de 2 sandalen en instappers. En dan last but not least, zijn dit volgens mij een paar hakken. Ja, super leuke hakken. En deze hebben een wat dikkere sol. Dus dat is denk ik wat beter in te lopen. En ja, ik ga dit even aandoen. Oké, jee, ze passen. Ik zal het even laten zien. Dit zijn de hakjes. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat ik hier echt wel een hele avond op kan lopen. Alsjeblieft, dit is echt heel kut dat ik mijn nagels niet heb gelakt. Maar zo zien ze er van boven uit. En zo is het van de zijkant. Super nice. Natuurlijk allemaal niet de beste kwaliteit schoenen en hakken. Maar voor een paar keer leuk aandoen, ja.
Weet je, prima. Oké, en dan zijn we bij het gedeelte waar natuurlijk iedereen voor is gekomen. De giveaway! Ik mag dus samen met Shein 100 euro shoptegoed weggeven. Nou, en wie de fuck wil dit nou niet winnen? Ik bedoel, als ik het kon winnen, had ik het wel geweten. Kon ik het maar winnen, maar helaas niet. Ik zal even uitleggen wat je moet doen om dit te volgen. Het is helemaal niet moeilijk. Het allereerste wat je moet doen is natuurlijk op mijn YouTube kanaal abonneren. Abonneer, geef een duimpje omhoog, zet de notificatiebel aan, doe het allemaal. Daarnaast moet je mij en @shineofficial volgen op Instagram. Ik zal het link in de beschrijving, ik zal alle stappen in de beschrijving zetten. Dus volg mij op Instagram, @saraverboord. En volg Shein, @shineofficial op Instagram. En ik heb ook een foto geplaatst op mijn Instagram. En daaronder moet jij 3 vriendinnen taggen die van deze winactie moeten weten. Dus tag 3 vriendinnen. En meer mag natuurlijk altijd onder de foto. En dan maak je kans om 100 euro shoptegoed te winnen. En als extra kans kun je ook nog de foto delen op je Instagram story. En mij taggen, zodat ik dat zie. En ik kan ook Shein official taggen. En dan maak je dus extra kans op het winnen van de 100 euro shoptegoed. Alles wordt gecontroleerd en we maken de winnaar bekend op mijn Instagram story. En maken de winnaar bekend over 2 weken op 6 juli om 8 uur. Dus stay tuned tot die tijd. Hou mijn Instagram in de gaten en dat is eigenlijk de manier waarop je kan winnen. Hoe leuk, ik ben zo blij mee, want jullie zitten altijd van oh my god, Shein. Ik dacht, hier moeten we een samenwerking mee doen. Hoop dat jullie het leuk vinden, ik ben echt super excited. Ik vind het echt super leuk dat ik dit heb mogen doen samen met Shein. Ik heb het allemaal voor jullie gefixt, want ik dacht, jullie verdienen dit gewoon. Jullie hebben zoveel liefde naar mij, jullie doen zoveel voor mij, zoveel lieve berichtjes. Ik dacht, ik moet gewoon wat terug doen. Dus vergeet niet te abonneren, duimpje omhoog, mij te volgen op Instagram, etc. Check de beschrijving voor wat je allemaal moet doen om te winnen. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je de volgende keer weer. Dikke kus. Doei!